Jens, jij hebt vorig seizoen de voorbereiding van Feyenoord niet meegemaakt. Dus ook niet het Feyenoord Charity Gala. Wat verwacht je ervan? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Eerste keer, zoals je zegt. Maar het ziet er heel mooi uit allemaal. En ja, goed geregeld, denk ik. Maar ook wel weer een hoop andere mensen, een hoop sponsoren. Is dat wel belangrijk? Ja, zeker. Het is ook belangrijk dat wij als spelers er ook bij zijn om ook ja, dat contact te leggen. En ja, voor die mensen is het heel leuk. En ik denk voor ons ook om eens over misschien wat anders te praten als voetbal ook. Dus ik ben benieuwd. Wat is het Feyenoord Charity Gala avondje voor u? Nou, kijk, het wordt vaak gezien als een vanzelfsprekendheid dat mensen op avond als deze komen en ook geld geven. Dat vinden we normaal, maar dat is het natuurlijk niet. Het bijzondere aan deze avond is dat al deze mensen komen met een doel. Gezellig zijn is belangrijk, maar veel belangrijker is dat aan het eind van de avond de Feyenoord Foundation en de Giovanni van Bronckhorst Foundation geld hebben om mensen die het minder breed hebben te ondersteunen. Dat is makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. En Feyenoord slaagt er al jaren in, net als vele anderen trouwens, om veel geld te genereren op dit soort avonden. En dat is het doel en dat maakt het ook leuk en de moeite waard. Wat is de kracht van zo'n avond? Is dat entertainment, ook dat de selectie erbij is? Ook, maar het is de Kuip. Voor veel mensen die hier op het grasmat mogen staan is dat de eerste keer en de laatste keer. Want dat mag niet van Erwin Beltman. De Kuip, het feit dat je elkaar ziet, de spelers, Dirk Kuyt, Jan Wouters, Venewitsch, de nieuwe namen en elkaar. Wat ik al zei, dat is de kracht van de hele avond en het werkt mee. Het is 44 graden in de schaduw, dus het is prima om te drinken en te geven. Als nieuwe speler van Feyenoord hoort het Feyenoord Charity Gala er ook bij. Hoe bevalt het je? Ik vind het eigenlijk heel leuk. Fantastisch zelfs. Het is mooi ingericht, lekker eten, leuke mensen, leuke tafel waar ik mee kan praten. Jij hebt diverse mensen aan tafel. Dat zijn relaties van Feyenoord, sponsoren. Wat willen ze allemaal met je bespreken? Nou, van alles eigenlijk. Over voetbal natuurlijk, maar ook gewoon als mens. En dat vind ik nou natuurlijk wel leuk dat het niet alleen maar over voetbal gaat, maar ook om de persoon. Dus lekker wat diepte erin. Ik denk dat de meeste voetballers wel weten, met name de wat oudere spelers zoals Dirk Kuyt en Giovanni, die weten dat wel. Je bent gewoon een voorbeeld. Je bent een voorbeeld voor heel veel jongens en meisjes in Nederland. Van 6 jaar tot 20 jaar. En dat kan je voor jezelf houden, maar je kan het ook gaan delen. En ik denk dat wij dat moeten gaan delen voor mensen die ons dicht bij het hart staan. En de een heeft sympathie voor kinderen met een handicap, de ander heeft sympathie voor een kinderthuis in Namibië, ik noem maar wat. En ik vind daar moeten wij ons voor inzetten, want dat vind ik een mooie rol die je stopsport mag vertolken in Nederland. Ja, en daar moeten we ook gewoon ons voordeel mee doen. En daarom vind ik geweldig wat Giovanni doet, Dirk Kuyt ook zijn eigen foundation. Ja, dat zijn mooie voorbeelden. Hier is aangeboden door Dirk Kuyt, daar zit hij. Het is een exclusief item. Ja, 1000 euro. Hier terug bij u. Dank u wel. 11.000. 11.000 is daar. 11.000 euro. 12.000. Die bieden. 12.000. I've been waiting for you, it's been so long. I knew just what I would do when I heard your song. You filled my heart with a kiss, you gave me freedom. You knew I could not resist. Er is nog nooit zoveel geld op deze avond opgehaald. En dan wil ik hem nu gaan overhandigen. Daar komt hij, jongens. 1, 2, 581.220 euro. 581.220 euro. Een uniek bedrag. Ja, Giovanni, wat een bizar bedrag. Ja, super. Een record in al die jaren. Het is natuurlijk fantastisch dat je zo'n avond kan afsluiten met zo'n bedrag. En dat is echt voor mijn foundation en voor de Feyenoord Foundation is natuurlijk prachtig. En wat zegt het jou? Want ja, je hoort wel eens de mindere economische tijden. Niet iedereen heeft altijd makkelijk dat je dan toch zo'n bedrag op zo'n avond krijgt.
Ja, daar kan je alleen maar van dromen. Als je zeg maar de mensen die uitgenodigd zijn, die tafels kopen, die, ja, en die geven dan het geld aan beide foundations waar we hele mooie projecten mee kunnen doen, dan kan ik alleen maar waarderen en oprecht bedankt voor zeggen.